Ja, een hele goede middag, beste mensen. Welkom bij alweer een nieuwe tips en tricks van dit jaar, de tweede van dit jaar 2019, 8 februari. En ja, zoals gewoonlijk bent u gewend om dat op de tweede vrijdag van de maand te krijgen. En ik had al gezegd, we starten om 2 uur en dat doen we dan ook. Even kijken of we gaan schakelen naar de volgende dia. Ja, oké. De spreker van vandaag, zoals gewoonlijk, is Martin Versteeg. Helpdesk Propellant Expert, zoals dat dan heet. En mensen die wel vaker inschakelen bij ons, die weten dat we nu de tips en tricks nieuwe stijl hebben. Met wisselende korte onderwerpen. Altijd op de tweede vrijdag van de maand, vaste tijdstip vanaf 2 uur tot ongeveer 2:15. Ik denk dat die vandaag wat korter wordt in verband met het onderwerp, maar dat weet ik nog niet. Gaan we kijken. En daarnaast, u kunt onze website www.epantrainingen.nl bezoeken. En als je daarna naar webinars gaat, dan vindt u bijvoorbeeld de tips en tricks webinars, maar ook de webinars die wij, de anderen hebben gemaakt. Nieuwe stijl is voor en door de gebruiker. Je moet ze wel aanmelden natuurlijk en heeft u zelf een tip of onderwerp. Ja, dan geef een reactie en dan kunnen we dat meenemen in onze planning. Het is vandaag wel een bijzondere tijdstip, want dit zal vandaag ook mijn laatste webinar zijn, omdat ik vanaf 1 maart ga werken bij een ander bedrijf. Dus ik ga dus E-Plan verlaten en dat betekent dat ik vanaf 1 maart ga werken bij Savendali. Dus dat is even, ja, toch voor mij de laatste webinar en mijn Belgische collega's die gaan dit webinar verder overnemen. Goed, het onderwerp van vandaag, dat is, dat wil ik maar afsluiten. Dat is een vraag die heel vaak voor binnenkomt bij onze salesafdeling. Van ja, ik heb 3D kan ik aanschaffen, alleen het is zoveel werk om een schema om te zetten naar 3D. Hoe gaat dat dan eigenlijk? En is dat ook wel veel werk? En eigenlijk is dat niet veel werk. Een bestaand schema kun je eigenlijk al gaan gebruiken in 3D. Zonder dat je ook nog 3D makers hebt gemaakt en dat soort dingen. Hoewel wel de tendens is dat in dataportals steeds minder 3D-makers binnenkomen, wat ook weer een voordeel is voor u om dat weer te kunnen gebruiken. Dat wil ik laten zien straks in dit webinar. Het spreekt voor zich dat bepaalde functionaliteiten kunnen geen onderdeel zijn van uw licentie. Dus als je wat ziet van, hé, die ken ik nog niet, dat heb ik nog niet, dan zou ik zeggen, neem contact op met onze hoe noem je dat? Accountmanager. In België en Nederland en die kunnen dat voor u verder bekijken, uitzoeken. De vraag is dus, wat als we gebruik maken van een bestaand schema? Eigenlijk nog geen 3D-makers hebben en ons artikelbeheer nog niet alle gegevens bevat. Kunnen we dan een paneel opbouwen in Propellant? En ja, dat kan. Eerst hebben we een tussenweg wat ik nog wil laten zien. En dan gaan we zo naar Propellant toe of naar E-Plan toe. Dat is ook weer een puntje wat vaak voorkomt in de praktijk als wij ergens Propanel installeren. Hoe gaan we eigenlijk om met een 2D montageplaat die we al met artikelen hebben gevuld? Want vaak heb je in een 2D schakelkast allerlei artikelen gekoppeld aan bijvoorbeeld de kast. En die wil dat ook behouden voor je bestellijst als je met 3D gaat werken. Nou, wat is de oplossing dan? We zullen straks ook zien. Maak een 3D kast met dezelfde artikelen in een 3D opbouw. En als je die kast totaal opslaat als een macro en dan ook continu als macro binnenhaalt, dan kun je die weer, ja, dan kunnen die gegevens, net zoals bij 2D, worden gebruikt voor de export naar bijvoorbeeld de artikelen. We zullen ook zien straks dat wij binnen artikelbeheer, dan kunnen we ook artikelen verrijken met 3D macro's. Ik heb nagedacht over wat een manier zou kunnen wezen om dit te bewerkstelligen. Om te voorkomen dat iedereen in één keer zegt van oké, je bent bezig met mijn artikeldatabase, maar nou klopt er niks meer van of dat soort dingen. Ga uit van 2 databases. Wat ik hier schrijf, de bestaande database, daar werken gewoon op dit moment alle gebruikers in. Maar maak ook een schaduwdatabase. Gewoon een testdatabase, laat me dat zo zeggen. En koppel hierin allemaal 3D-modellen. Importeer ze via Dataportal. Want op het moment dat ze binnengehaald worden, de 3D-modellen, worden ze in een macromap neergezet. Het enige wat ontbreekt in uw eigen database is nog de vermelding naar de 3D-macro
map en plek waar ze staan. Dus in feite worden dan 3D-modellen al binnengehaald, alleen ze staan nog niet in de bestaande database. Dus in de schaduwdatabase haal je het model naar binnen. Je test alles. Je maakt een export via XML. En die XML importeer je weer in de bestaande database. En dan heb je gelijk de beschikking over de plek waar de onderdelen moeten zijn. Het is wel belangrijk om even het volgende nog in de gaten te houden. Dat je dan bijvoorbeeld huidige project actualiseren doet. Dan vervang je oude opgeslagen artikelen met nieuwe systeemartikelen. En eventueel huidig systeem voltooien. Goed, hoe ziet dat er ook uit in E-Plan? En dat gaan we dan nu bekijken. Ik open E-Plan de 2.8 versie. Dat is mijn nieuwe versie. En ik heb hier een aantal schema's staan. Een heel simpel schema. En je zult zien dat achter deze onderdelen, als ik bijvoorbeeld klik hier met dubbelklik. En ik ga naar mijn eigenschappen toe. Dan heb ik hier op mijn montagegegevens, maar daar komen de 3D-gegevens terecht, heb ik geen 3D-grafische macro. Het geldt voor deze beveiliging, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de Siemens die hieronder staat. Ik kan dus niet moeten dubbelklikken. Maar als ik dan kijk hier bij het onderdeel naar de drie puntjes. En ik kijk dan in mijn artikelselectie, in mijn artikeldatabase. Zien wij montagegevens, zien we nog geen 3D macro gevuld. Laten we eerst gaan naar de layoutruimte. Ik heb hier een schakelkast met een behuizing. Dit is een speciale RVS schakelkast. En van deze wil ik alleen mijn montageplaten zien. En mijn montageplaten wil ik laten zien alleen aan de voorzijde. Laten we daar eens mee beginnen. Dus ik ga nou gewoon in alle rust en eenvoud ga ik een kast opbouwen met die onderdelen. Voor de mensen die Propel een beetje kennen, ik kan via deze draadkoker kan ik bij mijn draadkokers nu. En ik ga bijvoorbeeld de 40 leggen en ik kan dan door middel van deze aangeefpunten. Ik doe het heel simpel, heel basic. Even een beetje inzoomen, met de A kan ik hem veranderen. Nog een keer met de A gaat hij naar beneden toe. En met de H neem je de lengte weer over. Dat zijn hele simpele technieken. En ik zet er nog hier eentje tussen. En laat ik tot daar lopen. Dus die hebben we gehad. Plaats ik hier mijn montagerail. Je ziet in mijn database heb ik niet zoveel onderdelen. Dat heb ik bewust gedaan. Omdat dan heb je een beetje een overzicht. Met de H neem ik de lengte weer over. En met de J kan ik hem daar weer tussen plaatsen. En dat is dan mijn eerste opzet. En die kan ik dan eventueel nog kopiëren. Ik kan er nog eentje onder zetten. Nou goed, heeft dat nut? Ja, we kunnen dat proberen. Zover niks nieuws onder de zon. Het spreekt wel voor zich dat deze artikelen, die moeten natuurlijk wel in je database zitten. Anders kun je nooit een groot tekenen of een rail tekenen. Dit zijn artikelen van Rital. Het artikelnummer staat ervoor. Kun je zo behalen via de database, via dataportal. Dan ga ik naar mijn montageopbouw. En nu zul je zien dat als ik hier bijvoorbeeld deze openklik, heb ik hier een aantal onderdelen staan die ik heb. Nou, en ik pak mijn plukmuller, ik sleep naar binnen toe. En eigenlijk is dit alles, het goed bekijkt. Zo kan het er bij u uitkomen te zien. Als ik wat draai, zul je zien dat het eigenlijk links, ja, lengte, breedte, hoogte is. Want daar gaan we van uit. Dat vind je in artikelbeheer. Als ik artikelbeheer open. En dat moet je dan wel hebben. Je moet een breedte hebben, je moet een hoogte hebben en je hebt een diepte nodig. Hieronder moet je eventueel ook nog een aantal zaken instellen. Ik ga dat nu nog niet behandelen, want dat valt eigenlijk onder de training. Maar op deze manier kun je dus een onderdeel wat geen 3D object is, maar een vierkantje of een rechthoek of dan kun je dus zeggen bijvoorbeeld kun je middenverschil beïnvloeden en dergelijke. Je kunt er een textuur op zetten als je daar een plaatje van hebt. Dat betekent dat op het ding een plaatje wordt gezet. Dus op die manier werkt het dan. Wat heel handig kan zijn.
Als we bijvoorbeeld Dataporter openen. Ik denk dat dat, ja, laten we eens kijken wat Dataporter daarin zegt. Via hulpprogramma's een Dataporter openen. Kan ik hier bijvoorbeeld zoeken op Siemens. Ik zoek even op de 22, de 3RH. 2122. Er wordt daarna gezocht nu en dan zie je dus de onderdelen staan. Dit is bij opties kun je nu aanklikken de kenmerken. Dat is wel handig om af te weten. Ik heb het eerder in een webinar gezet, maar in het begin ergens. Maar op het moment dat ik op kenmerken klik, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen alles wat een grafische 3D gegevens heeft. En de boorpatroon eventueel. Die kan ik dan op selecteren. Dus dat betekent dat de rest niet meer te zien is. Hoe zie ik hier nou of er een of die daarin zit? Ik ga heel eventjes gebruik maken van een nieuwe techniek. Ik zet hem even in dit discherm neer. Dat geeft gewoon iets meer ruimte voor mij. Dit is nieuwe techniek binnen 2.8. We werken ook 2.8 nou. Klik ik hierop. Dan zie je dat hier binnen gehaald wordt een plaatje. Een 2D object en een 3D object. Let erop dat als u panel aanschaft, standalone, dat het 2D schakelkastindeling niet meer werkt. Dus dan zou je moeten een andere licentie aanschaffen. Dus hou er even rekening mee. Nou, en als die binnengehaald en dan, we hebben nog niks binnengehaald trouwens, ik ben net te bedenken, maar dan kan ik hem dus binnenhalen. Maar ik laat even zien dat door middel van simpel filtering dit kunt bekijken en dan ook andere 3D-files kunt ophalen. Dus dat is 1. Ik ga even terug naar dit onderdeel. Nou, wat kunnen we hier dan van maken natuurlijk? Spreekt voor zich dat je van dit gegeven een model aan zich kan maken. Ik denk dat meerdere dat wel van gezien hebben. 20 motor 1, dat is niet echt handig. Die ga ik eventjes hernoemen naar, laten we zeggen 50. Ik doe een beetje beneden in de zaal. Zo. Ik ga het invoegen toe. Aansluiting montageplaat. Nee, grafisch modelaanzicht. Ik maak je modelaanzicht van. En ik kies hier wat ik dan in mijn modelaanzicht wil zien. De voorzijde van mijn montageplaat. De verborgen lijn lijkt me mooi. En dan krijg je dit idee. Wordt het zo is dan zichtbaar. Dan zou de volgende stap kunnen zijn van hoe koppel ik nou de 3D macro aan mijn onderdeel en kan ik dat dan ook in mijn cast layout updaten. Ik zal dat laten zien. Ik ga allereerst naar hulpprogramma's, artikel en beheer. Ik weet dat ik voor twee types zonder meer een macro ergens heb. Het relais van Siemens hier. Ik ga naar montagegegevens en ik ga dit opzoeken. Dan is dit die van Siemens bijvoorbeeld. Open ik. En hier mijn 3D-faaltje komt erbij te staan. Toepassen. Let op dat als je 2D-faals hebt, dat die bij de technische gegevens komen. Dat staat hier ook wel genoteerd. Mijn beveiliging. Die heeft ook een 3D-faal. Die is bij BKZ standaard, heb ik die genoemd. En zo heb je natuurlijk veel meer. Ook hier zeg ik toepassen. Ook deze is nu toegewezen. Sluiten. Dan moet ik wel ervoor zorgen dat ik mijn artikelgegevens synchroniseer. En wat ik dan ook altijd erbij doe, maar dat is vaak toch wel overdreven. Maar het gebeurt soms dat het niet helemaal goed gaat. Dat ik zeg huidig project actualiseren. En dat ik zeg huidig project voltooien. Dus nu hangen... Nu zijn deze twee onderdelen zijn dus eigenlijk de 3D-macro's gekoppeld. Wat kan ik dus doen als ik hier in mijn 3D-omgeving zit? Kan ik hierop klikken bijvoorbeeld en ik zeg een rechte muisknop artikelplaatsing actualiseren. Dan vraagt hij van wilt u de nieuwe metingen van het component overnemen? Dan zeg ik ja. Dan zegt hij actualiseren. Artikelplaatsen geactualiseerd. Dus nu zie je eigenlijk dat het blokje wat eerst gewoon lengte, breedte, hoogte was, door toevoeging van de 3D macro,
je simpel kunt actualiseren na de 3D macro. Sterker nog, als het goed is, zou ik deze drie kunnen moeten selecteren. Rechte muisknop, actualiseren, alles weer actualiseren. Ik wacht eventjes en zeg 3 artikelplaatsingen zijn geactualiseerd. Klik op OK en overal waar macro is achtergekoppeld, is nu dit voor elkaar gekregen. Oftewel, we hebben nou echt een 3D macro. 3D macro waar we kunnen bekijken of nog een aansluitcodes aan zitten. Nou, aan 2 stuk zitten ook al de aansluitcodes. Die zijn al reeds in de macro lokaal geïmporteerd. Hier heb ik nog niks aan gedaan, dus ik dat straks zal ik moeten toevoegen. Maar je ziet dat eigenlijk op een simpele manier een schakelkastindeling kan worden gemaakt op basis van lengte, breedte, hoogte. En na die tijd kun je het vervolg maken door middel van toegevoegde macro's. En dat is wel heel erg krachtig. Want we hebben ook al eerder gezien in een webinar dat ik de kasten ging veranderen en dergelijke. Je kunt ook bijvoorbeeld de kast kun je gaan wisselen en dat soort dingen. Dus er zijn nog wel krachtige dingen die erin zijn gekomen. Hoe verhoudt zich dat nu tot mijn overzicht hier? Ik kan dit overzicht met de verwerking actualiseren nu. En u zult ook zien dat hier dezelfde macro's naar voren komen zoals net te zien zijn. Dus eigenlijk is het in basis heel simpel om je opstelling in basis neer te zetten en te gebruiken. Aan de andere kant is het natuurlijk ook mogelijk als je bijvoorbeeld meerdere databases hebt om te switchen van database. Dus ik ga nu naar Alt Insert bijvoorbeeld. Dat is op basis van de database. Op basis van apparaat. Nou, dat is niet zo'n handige optie. Maar dan ga ik bijvoorbeeld naar extra. Instellingen. Ik heb hier een aantal databases omgaan. Ik ga naar mijn standaard database toe. Oké. En je zult ook zien dat hier diverse onderdelen zijn die eventueel een 3D macro hebben. Hiervoor heb ik wel een voorkeur aangemaakt met alles wat 3D is. Voor de mensen die het voor het eerst zien, ik zal zo even laten zien hoe het eruit ziet. Komt ook voor in een van mijn webinars. Maar door mijn filter, als ik die ga bekijken, het filter wat ik hier heb ingesteld. In dit geval heb ik aan de fabrikant TT Tips en Tricks gemaakt en mijn grafische macro, inclusief directories, heb ik een waarde sterretje, 3D sterretje gezet. Daarom is het ook zo belangrijk als je macro's maakt dat er een 3D vermelding bij komt. Dus op deze manier kun je natuurlijk ook engineeren door gewoonweg deze macro's neer te zetten. En die komen dan ook in onderdeel naar verraden. Dus het spreekt voor zich dat je op deze manier, op een vrij simpele manier, de macro's kunt toevoegen. Het zij via dataportal. Je kunt ze updaten bijvoorbeeld, of het zij via manueel toevoegen. Ik gebruik altijd veel dataportal ervoor, omdat ik dan kan kijken van oké, welke heb ik nog maar meer nodig. Als ik hier eentje terug ga, iets omhoog. Dan kan ik bijvoorbeeld deze ook binnenhalen. En deze kan je dan ook weer plaatsen in het schema. Ik ga naar mijn kastlayout toe. En ik plaats hem hier neer. En heb ik bijvoorbeeld weer een onderdeel wat geen onderdeel. Oh, voor mij had ik nog een ander onderdeel erin zitten. Dat kan ik ook nog wel eens plaatsen. Opties instellingen. Ik ga even naar mijn database zonder 3D, zoals dat ik heb genoemd. Ik heb hier dan mijn 3D montageplaat. Ik heb hier nog een aantal klemmen die ik ook nog heb. Die zal ik hier beneden plaatsen. Ik kies hier voor mijn montage rail. Ik kies mijn bovenste inlog invoegpunt Ctrl-W. We zien dat Ctrl-W en niet CV, Ctrl-W. Even kijken, dan wil ik bijvoorbeeld 100 centimeter naar beneden hebben, min 100. We gaan naar de y-richting naar beneden toe.
En ik kan hier bijvoorbeeld mij een mooi klemstuk maken. En als ik deze bijvoorbeeld plak of pak en sleep, moest ik compleet, ja, ik vind het goed. Kijk, en hier kun je dus ook voor zorgen dat, omdat dit eigenlijk geen macro's hebben, op het moment dat ik mijn modelaanzicht, eventjes pieken, ja, die is niet actueel, zegt hij. Nee, dat klopt, want ik heb wat bijgemaakt. Via verwerking actualiseren. Dan zie je dat hier de macro's staan die een echte Stefan hebben. En dit zijn nog steeds de blokjes. Dus zo kun je eigenlijk een en ander maken, zeg maar, die wat in je schema zit. Dus wat wel een 3D macro heeft, die zal de 3D laten zien. En anders wordt het een blokje lengte, breedte, hoogte. Maar dat moet je wel hebben. Lengte, breedte, hoogte moet je erin hebben zitten. Er komt gelijk een vraag, dat vind ik een leuke, van hoeveel werk is om een 3D macro te maken die niet in de dataportal zit. Vind ik een hele goeie. En waarom ik daar een hele goeie, dat hangt er vanaf hoe vaak je dat gedaan hebt. Het is eigenlijk niet moeilijk. Ik zal het dus laten zien. Ik heb die niet geoefend, dus ik ga dat nu op de losse pols doen. Ik maak eerst een nieuw project aan. Nieuw project. Die noem ik een 3D macro project. Het komt ook voor op een van de webinars, maar goed, laten we dit in geheel worden. En dus zeg ik, nou, ik weet niet wat voor een ding het wordt. Normaal zet ik altijd de fabrikant bij. Ik ben altijd gewend om alles in fabrikanten op te delen, omdat je dan meer overzicht houdt. Maar goed, ik noem dit even 3D macro. Denk eraan dat dit project moet een macro project zijn. Anders kun je niks maken namelijk. Dus, geen schema project, maar een macro project. Ik ga even naar mijn layout toe. En ik ga hier via layoutruimte importeren van 3D grafische weergave. Ja, nou wordt het spannend, want ik heb dit niet echt voorbereid. Dus ik moet even kijken of ik ergens een Stefan heb staan. Ja. Hier moet geheid een Stefan zitten. Maak ook weer een Stefan. Nou, wat heb ik hier? Een Ethan. Nou. Laten we die eens pakken. Ik heb geen idee wat het is, maar dan heb je een beetje idee wat het wordt. Dit is een stepfile dat ik opgehaald heb. En in basis, afhankelijk van wat je wilt toevoegen, is een 3D macro niet zo moeilijk. Hier zitten nog geen aansluitbeelden op, daar gaan we nog even niet vanuit. Maar ik ga hier wel een inbouwoppervlak neerzetten. Die zet ik dan op Zuidoost symmetrisch, maar zo moet die staan. Oké, aan de zijkant ga ik dan een hendel zetten die eigenlijk hier tussen moet vallen. Die moet exact tussen die zijkant komen. Dus pak ik een hendel en met de control ingetoetst. En natuurlijk ook met mijn object snap aan. Dat is wel makkelijk. Control en control. Komt die daar te staan, dus oké. Dat is 1. Even naar de layoutruimte, want hier is mijn macro. Wat vul ik dan in? Dat is een beetje afhankelijk van het type wat ik net heb opgehaald. Nou, ik neem even die benaming over. Ctrl-C. En dit moet je zelf kiezen wat je daar precies voor wilt hebben. Ctrl-V. Oké, ik ga eventjes kijken. Dit is de macro naam. Waar moet die komen te staan verder? Daar. Nou, ik zet hem even onder 3D. En ik maak een extra mapje aan. Met tips en tricks. Ik weet niet of die aan bestaat. Nou, onder de tips zet ik hem neer. Hier is een stepfile. Dus dit wordt de naam. Je kunt ook meerdere varianten gebruiken. En dit is eigenlijk alles. Ja, je kunt de versie nog invullen en de beschrijving. Ik verwijs je daarvoor naar een eerder gemaakt webinar. Maar goed, dit is even de toegift. Klik op toepassen. Oké. Die gaan we dan genereren. Je kan ook de macro navigator openzetten. Je kunt ook zien waar die staat. Macro's automatisch genereren. Ja, doe maar. Bron.
duurt het hele project maar zo. En als ik dan naar mijn kastlayout toe ga. Ja, en je ziet dat het eigenlijk redelijk simpel is, hè. Voorzijde. Uiteraard ga je hem natuurlijk achter een artikel koppelen, maar ik doe hem even zo. De macro. Waar is mijn plek voor mijn standaardplek? En dat is hier, vierde rechter muisverkoop, standaard. Daarvoor ga ik naar mijn 3D. Ik had al gezegd, ik had hem onder tips neergezet. Hier is een stepfile. Open hem. En ik kan hem plakken. En ik kan hem nummeren. Nou, zo simpel is het. Behalve, ja, maar dat laat ik nou niet zien. Als je bijvoorbeeld bij je onderdeel ook het aanslagbeheer erbij wil maken, dat kost iets meer tijd. Maar als je dat even in de gaten hebt moet, dan valt het ook weer reuze mee. Dus eigenlijk is het maken van 3D macro is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je komt wel eens in bedrijven waar je dus de keuze hebt dat iemand Inventor heeft en dergelijke. Die kunnen uitstekend hele mooie 3D-faaltjes maken. Dus als je daar de beschikking over hebt, gebruik het dan. En dan kunnen ze iets moois voor je maken. Je hebt allerlei sites waar je stepfiles kunt ophalen. En normaal gesproken staan eigenlijk achter iedere database, ieder artikel hoop ik, toch een macro. Er komt steeds veel meer naar voren. Dus is het moeilijk om een stepfile om te zetten in macro? Nee, dat valt mee. Ik kijk heel even bij mijn normaal, we lopen het ook een beetje te eind aan. En er is nog een vraag van, is het mogelijk om een montageplaat denk eens opgezet met artikelen op een 2D paneel layout over te zetten naar een 3D panel? Dat is niet mogelijk. Waarom is dat niet mogelijk? Omdat ik heb hier bijvoorbeeld een 2D plaatje. Dit is een op zich staand iets. 2D is niet verbonden met 3D. Wat gebeurt er namelijk als we 3D gebruiken? Deze opstelling, we gaan modelleren namelijk in 3D. Dus je moet eigenlijk niet meer aan 2D denken. Op het moment dat ik modelleer in 3D en ik ga de opstelling maken, dan kan ik net zoals bij deze, bij de modelaanzichten, genereer ik vanuit 3D mijn modelaanzichten in 2D. En vandaar dat 2D niet om te zetten is naar 3D. Dus, maar dat is ook niet erg, maar je gaat je modelleren doen in 3D en dan heb je gewoon alle 2D mogelijkheden wat betreft het genereren ervan. Dus nee, het is niet mogelijk om een montageplaat om te zetten. Je kunt het wel natuurlijk gebruiken als leidraad om 3D op te zetten. Als je de maten weet, dan kun je door middel van het plaatsen van de grootte, Ctrl-W en dat soort dingen, kun je heel snel iets opzetten. En ja, dan is het eigenlijk pak en sleep. Meer is er dan niet. En als dat gebeurd is, dan ga je zorgen voor je modelview, die nou niet meer compleet is. Maar je ziet dat ik eigenlijk niet meer idee teken, actualiseer en dan komt er onderdeel erbij. En of je nou vooraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht, wat voor aanzicht dan ook, dat zijn gewoon de modelviews. Dus dat is de voordelen, dat is eigenlijk de voordelen van 3D om een en ander die manier op te zetten. Ik kan even kijken of mijn schermje op grootte kan krijgen. Ja. En dan is ook van Renik Geniers, als ik goed begrijp, is de stepfile toch de basis die nodig is. Ja, als je iets niet hebt, dan als je het laat ik het goed vertellen. Een stepfile zou nodig kunnen wezen als je hem in deze vorm wilt hebben. Als je hem een beetje mooi wilt hebben. Als je zegt, ik werk niet met stepfiles, dan gaan we uit van lengte, breedte, hoogte. En dan krijg je dus het onderdeel zoals hier beneden te zien is. Dus, maar dat betekent wel dat je kunt kijken van, past het in de kast? Heb ik een grote kast nodig of kan ik met een kleine kast af? Dus, aan de ene kant is een stepfile als basis nodig, omdat het dan net weer iets mooier uitziet. Aan de andere kant is het niet nodig. En dan heb je gewoon blokjes, vierkantjes. Het effect is hetzelfde, want de lengte, breedte, hoogte, dat zorgt ervoor dat je kunt zien, bijvoorbeeld met schakelaars, of die wel past in de kast of niet. Even kijken of er meer vragen zijn gekomen. Nee, voor mij zijn ze niet. Nou, het was ook niet zo'n lange webinar. Daar wilt u toch meer weten over 3D Pro Panel? Kijk dan even weer terug op mijn andere webinars. En dit is in basis wat je dus kunt gebruiken. Dus in feite kun je gaan engineeren. Heel simpel.
met lengte, breedte, hoogte. Daarnaast kun je de stefwaals toevoegen. Kun je ze maken. Dat doe je dan in een macroproject. Zorg voor een goede verdeling, is belangrijk. En daarna kun je ze bijvoorbeeld in een schaduwbestand even toevoegen, testen. En op het moment dat dat voor elkaar is, export maken en dan import maken in de database waar je echt mee gaat werken. Ik raad altijd wel even die tussenvorm aan, omdat je anders, als er wat misgaat, dan is die andere database eigenlijk niet helemaal goed meer. En ik vind altijd dat soort dingen met dat soort zaken, maak altijd een backup. Het geldt voor projecten, maar het geldt net zo goed voor artikeldatabases. Maak om zoveel tijd een export. En dan weet je, op het moment dat er misgaat, dan heb je altijd de laatste versie nog. Dus ja, het wordt helaas te weinig gedaan. Ja, zoals ik al zei, is het vandaag voor mij de laatste keer. Ik heb met heel veel genoegen nu zo'n beetje 3 jaar deze webinars voor jullie samengesteld. Met diverse onderwerpen. Heel veel uit de praktijk laten zien. Dus ik hoop dat hij er wat aan gehad heeft. Mijn collega's in België die gaan het verder overnemen van mij. En ik ga mijn pijlen richten op een nieuwe uitdaging. Een stuk standaardisatie binnen Savandali. En ja, ik moet zeggen, ik heb er wel zin in. Voor mij zijn er niet veel vragen meer. Nee. Nou, uitzending gemist. Alle tips en tricks webinars zijn opgenomen. Kunt u weer terugkijken. De extra gegevens komen, eventueel komen de projecten erbij soms. En sowieso de PowerPoints. En die kunt u terugkijken onder tips en tricks. Onder www.eplantrainingen.nl. Klik op webinars hier. En klik op tips en tricks. En je hebt nog veel meer hier te zien. Dus dat is het. Ja, dat is toch wel gaaf om weer terug te kijken. De komende onderwerpen, geen idee. Wat ik heb doorgespeeld is dat de 2.8 wat meer uitgediept gaat worden wat betreft de nieuwigheden. Dus dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. De tijd blijft hetzelfde, de vrijdag blijft hetzelfde. Dus dat verandert weer niet. Dus houd in de gaten. Eerst volgens zou 8 maanden moeten wezen. Vanaf 14 uur tot 2:45 ongeveer. Mij betreft bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie input ook gedurende het jaar. Het was met genoegen gedaan. En ik hoop toch dat we elkaar weer zien. Maar dan wellicht aan de andere kant van Eplan. Maar daar ben ik ook gebruiker. Dus misschien zie ik u wel weer terug op een van de diverse events die we Eplan zelf gaat organiseren. Dus voor vandaag bedankt. En dan graag tot de volgende keer.